Hallo allemaal. Even kijken wie ik allemaal al zie verschijnen. We zitten op 408 kijkers al. Goedenavond. Superleuk dat je erbij bent. Even kijken. Ik zie Sanne, Linda, Leonie, welkom. Ook heel wat Belgische volgers. We gaan zo beginnen, dus pak nog even een kopje thee bij. Ik ben behoorlijk verkouden. Dat hoor je misschien wel aan mijn zwoele stem. Verder, ik ben getest. Geen corona, gelukkig. En verder voel ik me helemaal prima. Maar dan weten jullie waar mijn mooie stem vandaan komt. Dus even kijken. Nou, volgens mij zijn we al bijna compleet. Even kijken. Nou, dit is mijn allereerste webinar. En sowieso de eerste keer dat ik live ga. En ik wilde dat al heel lang, want ik heb nu 2 jaar dit account. En de Lees Je Fit Girl methode bestaat, ik denk nu zo'n 1,5 jaar. En ik wil al heel lang jullie eigenlijk meer bieden dan alleen maar de boeken en de community. En wat ik al heel lang wil, is ook echt coaching bieden en interactie aangaan. En wat ik ook heel graag voor jullie wil zijn, is echt een stok achter de deur. En ik wil mijn expertise en mijn aandacht echt gaan besteden aan de mensen, ja, die er echt voor willen gaan. Dus ik ben super enthousiast dat je erbij bent en dat je de tijd en de energie in jezelf gaat steken vanavond. Want daar gaat het om. En ja, ik hoop dat jullie er wat aan gaan hebben. En je kunt dus ook via de chat ondertussen aan mij laten weten als ik iets aan je vraag of als je iets kwijt wil. Ik heb hier Charlotte zitten van mijn team en die paast alle vragen aan mij door. Wat gaan we doen vanavond? Ik zie dat we inmiddels bijna compleet zijn, dus we gaan lekker beginnen. We gaan het vanavond hebben over intuïtief eten en ik ga je een korte masterclass daarover geven. Dan gaan we het hebben over wat maakt afvallen voor jou nu zo lastig. En ik ga je ook vertellen wat is nu de grootste fout die vaak gemaakt wordt wanneer je wil afvallen. Dan ga ik het hebben over wat is er nu vernieuwend aan de Lazy Fit Girl methode. En we gaan het hebben over mijn project, namelijk wat is de transformatiecursus? Wat zit er allemaal in? Ja, wat gaan we daar precies allemaal doen? Is die cursus iets voor jou? Daar kun je ook straks je vragen over gaan stellen. En ja, de deuren van de Lazy Fit Girl Academy, die openen ook echt vanavond, exclusief als eerste voor jou. Dus jij hebt straks als eerste de kans om je in te schrijven als je dat zou willen. En mocht jouw vraag vanavond over de cursus nu niet beantwoord worden, dan kun je hem altijd ook even mailen naar support@lazyfitgirl.nl. Daar zit mijn team voor je klaar om je vraag te beantwoorden. Nou, inmiddels zie ik dat we helemaal compleet zijn, dus het is tijd om te gaan beginnen. Als eerste ga ik mezelf nog even voorstellen. Mijn naam is dus Ankie. De meeste van jullie kennen me, denk ik, al wel een beetje. Ik ben bijna 33 jaar. Ik ben 6 maart jarig. Ik ben voedingscoach al bijna 10 jaar. En ik ben dus founder van de Lazy Fit Girl methode. En de methode heeft inmiddels al heel veel succesverhalen. En daar ben ik echt super trots op. En ik richt me eigenlijk vooral op vrouwen. Want die hebben toch een andere benadering nodig dan mannen, want ik krijg die vraag heel vaak. Maar ik richt me echt specifiek op vrouwen, want afvallen en vrouwen ligt heel anders dan afvallen en mannen. Al werkt mijn methode wel voor heel veel mannen, moet ik er wel bij zeggen. Vaak valt de man automatisch mee af als een vrouw gaat lazy fitten. Even over mijn eigen verhaal. Ik ben vanaf jonge leeftijd, ik denk een jaar of 10 dat ik was, echt een emotieeter geweest. Dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk zelf steeds zwaarder werd. En op een gegeven moment, ik denk rond mijn 12e, dat ik echt overgewicht had. En daarbij had ik ook best wel een laag zelfbeeld. Rond mijn puberteit kwamen daar ook echt ernstige vermoeidheidsklachten bij. En uiteindelijk heb ik pas later de diagnose narcolepsie gekregen. En dat wist ik dus toen nog niet dat ik dat had. Maar dat is een neurologische slaapaandoening. Waardoor je lijf eigenlijk de hele dag om energie vraagt in de vorm van suiker of vet.
Dus ik was best wel een emotieeter, maar daarnaast had ik dus ook het fysieke stukje, waardoor ik echt de hele dag ook echt cravings had naar suiker en vetrijke voeding. En in die tijd zag ik mezelf ook echt als lui, want ik wist dus niet dat ik ziek was. En ik was dus ook echt te zwaar, dus ik voelde me daar heel onzeker en ja, niet fijn over. En ja, misschien is dit voor jullie herkenbaar, misschien wel niet. Sommige mensen ontwikkelen overgewicht of dat je gewoon wat te zwaar bent pas op latere leeftijd. En sommigen herkennen zich in mijn verhaal, die zeggen ja, ik was ook als kind te zwaar. Laat me even weten als je herkent dat je dus als kind al overgewicht had. En wat ik ook heel lastig vond, is toen ik te zwaar was, is dat mijn moeder en mijn zus en mijn zusje waren wel altijd slank. En waar ik ook al een verschil in zag, is dat zij wel een gezonde relatie hadden met eten. Dus zij konden echt genieten van iets lekkers. En ik voelde me altijd schuldig. Als ik chocolade had gegeten of chips, voelde ik me daar altijd heel schuldig over. En dan de volgende dag wilde ik het weer helemaal goed doen en weer gezond eten. En dan lukte dat weer niet. En dat was dus toen voor mij al een struggle. En misschien is dat voor sommigen herkenbaar, dat je echt in een vicieuze cirkel kan zitten van diëten of in mijn geval gewoon heel streng zijn en dan weer daarna weer alles loslaten en eigenlijk steeds weer vervallen in je oude gewoontes. Daarnaast had ik ook wel een vrij passieve leefstijl. Nog steeds ben ik geen heel sportief persoon en ik krijg ook heel vaak de vraag van Ankie, met jouw methode, hoeveel moet ik gaan sporten? Want daar heb ik geen tijd voor. En dan zeg ik altijd, je moet gaan bewegen omdat je het leuk vindt en omdat je er energieker van kan voelen. Maar je hoeft in mijn methode echt niet ineens heel veel te gaan sporten. Dat heb ik zelf ook niet gedaan. En ik kom daar later nog even op terug. Even nog over mij. Ik was dus altijd aan het yo-yoen. En ik viel wel altijd af, maar dan kwam ik weer aan. En de ommekeer kwam voor mij toen ik de diagnose narcolepsie kreeg. Ik was toen een jaar of 23. En die neuroloog zei toen tegen mij van ja, er is gewoon weinig tegen te doen. Geen medicatie en je vecht eigenlijk de hele dag tegen je slaperigheid. En het enige wat je zelf kan doen, is werken aan je leefstijl en gezonde voeding en meer bewegen. Nou, meer bewegen was voor mij toen echt een heel ver van mijn bedshow. Dus dat was voor mij echt een stap te hoog. Maar ik had zoiets van, ik kan me wel gaan verdiepen in gezonde voeding. En dat is dus uiteindelijk echt een passie geworden. Ik heb ook de opleiding gevolgd tot voedingscoach. Maar wat heel belangrijk is, ik ben ook uit een soort van slachtofferrol gekomen. Ik vergeleek mezelf altijd met anderen. Ik weet niet of dat herkenbaar misschien is voor mensen, dat je jezelf vergelijkt met anderen en dan jezelf eigenlijk nooit goed genoeg voelt. En toen ik die diagnose had, dacht ik van ja, ik ga nu gewoon proberen om de beste versie van mezelf te worden. En ik ben toen het gezonde eten ook niet meer gaan doen om af te vallen. Wat ik daarvoor was eten voor mij altijd gekoppeld aan afvallen. En ook gezond eten was gekoppeld aan afvallen. En daarna was eten voor mij gekoppeld aan gezondheid, me fitter willen voelen, me energieker willen voelen. Sorry. Ik zie ook dat mensen zeggen, ja, heel herkenbaar. Ik was ook als kind te zwaar. Mijn dochter heeft narcolepsie. We zijn op zoek naar een goede methode. Nou, daar kan ik je zeker bij helpen. Ja, mooi. Mooi om te zien dat veel mensen ook zeggen, ik herken het narcolepsie gedeelte niet, maar wel dat ik weinig energie had, erg passief was. Ja, en eigenlijk, het klinkt nu heel makkelijk, mijn verhaal, maar het is echt een leerproces geweest van een aantal. Ik denk wel 2 jaar tijd, waarin ik dus en de opleiding tot voedingsdeskundige ben gaan volgen, maar ook heel erg ben gaan kijken van wat werkt er nou bij mij? Hoe kan ik het beste uit mezelf halen? En waar haal ik mijn motivatie nou vandaan? En ik haal mijn motivatie dus niet uit gewichtsverlies. En uiteindelijk ben ik wel meer dan 25 kilo afgevallen, maar dat was dus meer een gevolg van het werken aan mijn gezondheid. En dat is ook hoe de Lazy Fit Girl methode is opgebouwd. Je gaat afvallen benaderen vanuit liefde voor je lijf. En dan volgen die kilo's vanzelf. En daar kom ik zo nog terug. Chantal zegt. Oh, hi Chantal.
Chantal is een bekende van mij. Bij Chantal zei ze ook, er is niks te doen aan je overgewicht. En nu is ze toch door de methode 15 kilo kwijt. En daar hebben we het over gehad. Ze blijft nu even hangen. Ze zit nu op een plateau. En dan moet je echt doorzetten. En het is dus echt zo dat het voor iedereen anders is. Maar het is dus wel zo dat voedzaam eten, of je nu 5 kilo wil afvallen, of 15 kilo, of 50 kilo. Met voedzaam eten kan iedereen afvallen. En uiteindelijk echt een gezond BMI bereiken. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Hoe is nou de methode ontstaan? Uiteindelijk heeft die persoonlijke ervaring er dus voor gezorgd dat ik een plan heb ontworpen. Dat geheel gericht is op zelf je leefstijl veranderen. Want dat kon ik dus nergens in Nederland vinden. Ik vond alleen maar eetschema's of diëten die geen lange termijn succes brengen. En ik wil met mijn methode dus ook echt een tegenbeweging zijn aan die dieetcultuur. En ja, dat gaat gewoon supergoed. De succesverhalen stromen binnen elke dag. En niet alleen over gewichtsverlies, maar ook over die non-skill victories waar ik het dus altijd over heb. Dus ik krijg ook heel veel privéberichtjes van mensen die mij als eerste vertellen dat ze bijvoorbeeld zwanger zijn na een hele lange tijd. Of dat ze van hun migraine af zijn. Of bijvoorbeeld dat hun libido ineens helemaal terug is. Dat vind ik stiekem ook wel eigenlijk heel leuk om te horen. Meer energie. En ook mensen die zeggen, wow, ik kan gewoon eindelijk genieten van eten. Dat ze gewoon jarenlang niet hebben kunnen genieten. Dat er altijd schuldgevoel aan eten zat. En ja, dat heb ik zelf ook zo ervaren. Dat ik daarin echt mijn mindset heb veranderd. Iemand zegt, Lotte, ik ben 3 maanden bezig en al ruim 7 kilo kwijt en 38 centimeter. Ik ben super blij. Leonie zegt, in de puberteit gingen bij mij de remmen los. Sindsdien altijd gestruggeld met gewicht. Sinds zwangerschap erg ongelukkig en nu een week begon met jouw methode en bevalt erg goed en het is gemakkelijk. Ja, en dat is het. Het werken aan je leefstijl is aan zich niet gemakkelijk. Maar als je het met mijn methode in kleine stapjes doet en je bouwt het op, dan is het, ja, dan is het niet heel moeilijk. Maar je moet daarin echt een andere benadering dus gaan nemen dan dat je misschien tot nu toe hebt geprobeerd. Ik ben wel even benieuwd naar hoeveel van jullie tot nu toe hebben geprobeerd om af te vallen, eigenlijk uit een soort van onvrede naar je lijf toe. Dus iedere keer als jij denkt, oh, ik wil nu echt afvallen, kijk je dan in de spiegel en denk je, ik mag er zijn en ik ga goed voor mezelf zorgen. Ik wil meer energie en dan gaan er misschien wat kilo's af. Of denk jij van, nou, ik vind mezelf niet mooi, ik walg van mijn lichaam, hoor ik vaak. Of het moet er echt af, de knop moet om. Echt negatieve zelfspraak. Als je dat herkent, dan gaat deze methode echt jouw leven veranderen. Want door er met een andere mindset naar te gaan kijken, zul je merken dat het veel makkelijker wordt om aan je leefstijl te werken. Omdat je dan echt keuzes gaat maken uit liefde voor je lichaam. En al het negatieve in je leven wat je aandacht geeft, dat groeit. En met mijn methode ga je eigenlijk kijken van, goh, welke gezonde gewoontes gaan er al wel goed? Wat gaat er al, wat in mijn leefstijl gaat al wel goed? Qua beweging bijvoorbeeld, qua ontspanning. En dat ga je langzaam uitbouwen. En er is dus ook geen fout en er is ook geen falen. Er is alleen maar ruimte die jij jezelf gaat geven om te mogen leren. Ik ga even verder naar wat succesverhalen. En dat vind ik altijd heel leuk om te zien. Want zoals jullie inmiddels wel weten, denk ik, heb ik ook een aantal ambassadrices. Ik ga ze even mooi in beeld brengen. Ik heb ze niet allemaal in beeld. Hier links zie je mijn eigen transformatie. Ik heb ook al wel eens wat foto's gedeeld van mezelf als kind met overgewicht. Maar dit was, toen was ik 21, denk ik. En ik wist hier al vrij veel over voeding. Maar ik had nog niet de juiste mindset. En ik wist ook nog niet hoe afvallen, hoe het menselijk lichaam en de wetenschap daarachter. Van wat is vet nou eigenlijk? En ik wist alleen nog maar dingen over voeding, maar nog niet over vetverlies. En daar heb ik dus later mijn expertise over gemaakt. Dat zal ik straks nog met je delen. Maar hier zie je dus bijvoorbeeld wat voorbeelden van dames die ambassadrice voor mij zijn. Die dus flink zijn afgevallen. Doorzichtig gaan focussen op die non-skill victories.
En ik ben wel even benieuwd waarom jij hier vanavond bent. Wil je echt alleen wat weten over intuïtief eten? Of zie je deze succesverhalen misschien voorbij komen en denk je, ja, dat wil ik ook? Dan wil je heel graag afvallen zonder dieet, maar weet je gewoon niet zo goed hoe. Ik ben wel benieuwd wie er eigenlijk al gestart is en wie nog niet. Femke zegt, ik wil heel graag afvallen omdat ik niet happy ben met mezelf. Ik baal dat ik niet kan wat ik wil en ik voel me een slecht voorbeeld voor de kinderen. Ja, eigenlijk, een slecht voorbeeld voor de kinderen is eigenlijk door heel erg van jezelf te balen. Want eigenlijk, wat ik jou dus wil leren, is omdat je een goed voorbeeld bent voor je kinderen als je juist nu al van jezelf gaat houden. Dus niet pas als je bent afgevallen, maar dat je nu vandaag de beslissing neemt van ik ben nu al perfect zoals ik ben. Ik hou nu van mijn lichaam en ik ga mijn lichaam met meer liefde behandelen. En om vanuit die mindset uiteindelijk afvallen als gevolg te hebben. Else zegt, ik herken negatieve zelfspraak, maar door de methode kan ik steeds vaker zeggen, ik mag er zijn en ik ben gezond en daar ben ik dankbaar voor. Nou, leuk om te lezen, Else. Esther hier, negatieve gedachten, maar nu 4 weken gestart en ik doe mijn best. Ja, weet je, het is ook echt een proces. Ik had heel weinig zelfvertrouwen. Ik was echt onzichtbaar op de middelbare school. Heel onzeker. En het is ook gewoon een groeiproces van anders gaan denken. En dat ga je dus ook trainen. Je gaat dus ook je mindset trainen om je te gaan richten op het positieve. En om je echt als lerende te gaan zien. En je hebt ook ooit leren lopen. En de fout die mensen maken bij afvallen is dat ze 1 te hoge doelen stellen. En 2 ook vinden dat ze alles meteen perfect moeten kunnen. En dan krijg je dus iedere keer weer een faalmoment als je dat niet volhoudt. En dat is dus de reden waarom je afvallen in kleine stapjes opbouwt. En als ik naar de succesverhalen kijk en ook naar mezelf. Ik heb heel vaak gefaald en ik heb heel vaak fouten gemaakt. En dat zeg ik zo, want dat zijn dus geen fouten, maar leermomenten. En die hebben me er juist voor gezorgd dat ik allemaal strategieën heb ontwikkeld. En mijn valkuilen dus heb onderzocht. Waardoor ik dus wist van, goh, als ik heel erg gestrest ben, dan heb ik cravings en dan heb ik zin in eten. Hoe kan ik die stress anders aanpakken? Of ik heb heel lang gehad dat ik heel 's avonds laat nog van alles ging eten. Totdat ik echt ging kijken van, goh, welk signaal geeft mijn lijf nu echt? En dat ik er eigenlijk achter kwam dat ik gewoon eerder naar bed moest gaan 's avonds. En dat soort, ja, dat onderzoekende, dat is heel belangrijk om jezelf te gaan aanleren. En dat ga ik jou ook met de methode, ja, leer ik jou dat heel graag aan. Waarom volg je mij? Daar ben ik wel benieuwd naar. Het is natuurlijk, mijn methode is een afslankmethode. Maar eigenlijk wil ik jou dus ook een stap verder laten kijken dan alleen die kilo's verliezen. We gaan dus met deze methode echt een laagje dieper. En dat maakt dus voor heel veel vrouwen het grote verschil met alle afslankpogingen die ze in het verleden al gedaan hebben. En er zijn inmiddels echt duizenden dames die al van alles hadden geprobeerd voor de methode. Dus alle diëten, begeleiding, coaching, van alles. En toch met de methode wel die sleutel hebben gevonden. En daar ben ik heel trots op, want deze vrouwen hebben het allemaal zelf gedaan. En ze hebben zelf dus die sleutel gevonden. En vrouwen zijn daarin ook heel krachtig. Als je maar bereid bent dus om een nieuwe benadering jezelf eigen te gaan maken, dan kun jij als vrouw dit gewoon ook bereiken, wat je hier in beeld ziet. Dan wordt het nu tijd. Oh, wacht, nog heel even Miranda. Miranda zegt, ik weeg nu 109 kilo en ik ben 1,64 meter, dus het moet eraf, maar ik weet niet goed hoe. Uiteindelijk, Miranda, het maakt niet uit hoeveel je af wil vallen. Als je zoals jij overgewicht hebt en je hebt flink overgewicht, dan gaat het altijd sneller dan bijvoorbeeld mensen die 5 kilo willen afvallen. Maar voor iedereen geldt dat je afvallen op een langzame manier met een leefstijl moet aanpakken. En sommige mensen zullen er dus een half jaar over doen, of bijvoorbeeld 5 kilo. Sommige mensen zullen er een jaar over doen, die bijvoorbeeld 10 kilo kwijt willen.
En als je bereid bent, dus om die tijd te nemen, dan kun je daarna ook de rest van je leven genieten van een lichaamsmaat. Want ik vind streefgewicht ook een heel fout woord. Want wat is nou een streefgewicht? Vaak hebben vrouwen dat heel duidelijk in hun hoofd. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je blij wordt van wat je in de spiegel ziet. En dat je het lichaam krijgt wat bij jou past. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar uiteindelijk is het dus heel belangrijk dat je de tijd neemt om een leefstijl te creëren die jij de rest van je leven kunt volhouden. Zodat het niet voelt als volhouden. En dus echt voelt als een leefstijl die bij jou past. En dat is dus ook waarom eetschema's en diëten niet werken. Want het voelt als volhouden en zodra je er weer mee stopt. En dat is vast voor velen herkenbaar. Als je er dan weer mee stopt, dan kom je alles weer aan. Plus soms meer. En je hebt niks geleerd. Je hebt niks geleerd over je valkuilen. Je hebt geen strategieën geleerd. Je hebt alleen maar geleerd om je aan een plan te houden. En zodra dat plan stopt, weet je niet meer wat je moet doen. Dus dat gaan we niet meer doen. Maar goed, daar kom ik ook straks nog even op terug. Ik denk, ik zie dat het iets over 8:30 is. Ik denk dat we gaan beginnen met de masterclass over intuïtief eten. Ik neem even een slokje. Zo, oké. Wat is intuïtief eten en hoe helpt het jou om succesvol af te vallen? Allereerst, bij intuïtief eten laat je alle strenge eetregels en eetschema's achter je. Je gaat dus geen calorieën meer tellen of je voeding tracken met een app. Dus je gaat niet meer invullen op een dag wat ga ik allemaal eten. Je volgt alleen nog maar mijn richtlijnen rondom voedzaam eten. En je gaat dus starten met die genietmomenten. En je gaat dus ook kiezen voor het allerlekkerste. En je gebruikt dus de weekplanner als je wil om je maaltijden te plannen. Maar ook dat zijn geen vastgelegde maaltijden. En je bent altijd vrij om daarvan af te wijken. Ja. En daarnaast geef je jezelf onvoorwaardelijke toestemming om alles te eten wat je wil. Wanneer je wil en dus ook hoeveel je wil. Er is dus geen foodpolitie die voor jou dat nog gaat bepalen. En dus ook geen schema. En waarom is dit nou zo hard nodig? Dat is echt nodig om eten weer een gezonde positie te laten innemen in je leven. Om weer te leren luisteren en vertrouwen op je lichaam. En je gaat dus weer eten op basis van honger en verzadiging. Oftewel eten op gevoel, zoals je als baby en kind hebt gedaan. En het is dus heel belangrijk dat je dat alle soorten voeding, of het nou voedzaam of minder voedzaam is, dat je over geen enkele vorm van voeding nog een negatief oordeel hebt. Dus als ik bijvoorbeeld langs de McDonald's rij, dan denk ik niet, oh wat een ongezonde troep, of ik mag dat niet, of dat is verboden. Nee, als ik langs de McDonald's rij, dan denk ik, oh ja, nou misschien kan ik weer eens een McFlurry nemen als een bewust genietmoment, vind ik wel lekker. Of ik denk, nou, ik heb wel weer zin in een McChicken. Zal ik er eentje halen of zal ik thuis de voedzame versie maken? Dus ik heb helemaal geen, er zit helemaal geen negatieve lading bij mij meer over ongezond eten. En ik noem het nu ongezond eten, omdat dat voor jullie een bekende term is. Maar ik noem het zelf dus minder voedzaam. Dus ik denk niet meer in goed en slecht, gezond of ongezond. Want in een gezond voedingspatroon, als je kijkt naar je hele eetpatroon, en dat zul je zien bij heel veel mensen, dat je, als je in je hele eetpatroon af en toe dus iets minder voedzaams eet, dan heb je nog steeds een gezond eetpatroon. En wanneer jij constant denkt in goed en slecht, dan zul je constant een negatief gevoel hebben. En ja, ik noem dat dan een soort van verboden vrucht. Juist als jij allerlei dingen als verboden voeding gaat bestempelen, dan wil je het dus juist. En juist door de lading eraf te halen, kun je bewustere keuzes gaan maken. En dat doe je dus ook met die bewust genietmomenten. Hi, daar ben ik weer. Gaan we even naar de volgende. Want er zijn dus 10 principes van intuïtief eten. En die ga ik jou aanleren in de cursus. Daarover ga ik het straks even hebben, wat er allemaal in zit. Maar dit zijn dus die 10 principes. Principe 1 is dus breken met die dieetcultuur. Want alle pogingen om minder te eten in een poging je gewicht te beïnvloeden zijn gedoemd om te mislukken. De dieetcultuur is de oorzaak en niet de oplossing van je probleem.
Dat is dus ook de reden waarom je geen calorieën meer gaat tellen of bijhouden, want dat is echt onderdeel van de dieetcultuur. En juist heel saboterend als je wil afvallen. Dan, principe 2 is leren luisteren naar je honger. Ik noem het vaak trek. Je gaat je lichaam dus voorzien van voldoende brandstof. Dat doe je door voedzamer te gaan eten. En trek of honger is een signaal dat je eten nodig hebt. En dat ga je dus niet meer negeren, omdat je bijvoorbeeld met jezelf een eetregel hebt van ik mag na 8 uur 's avonds niet meer eten. Als ik na 8 uur 's avonds nog echt trek voel, dan eet ik gewoon. In de cursus, waar ik het straks nog verder ga hebben, ga ik je in een verdiepende opdracht ook leren hoe jij hoofdhonger en fysieke honger dus kunt onderscheiden. Dat is ook echt een leerproces. En je gaat dus bij jezelf na, wil je eten uit gewoonte, uit emotie, uit verveling of heb je dus echte trek? En ik leer jou straks hoe je de signalen die je lijf jou geeft, je kunt gaan herkennen. Maar ook hoe je hoofdhonger kunt gaan verminderen door jezelf dus andere strategieën aan te leren. En dat is niet alleen heel leuk, maar het is ook echt heel interessant. En het werkt dus ook echt. Dan principe 2 is sluit vrede met eten. Daar had ik het net al even over. Vecht niet langer tegen eten. Heel vaak hoor ik van mensen van de strijd tegen de kilo's en de strijd met overgewicht en overal is verleiding en daar strijd ik tegen. Als je er op die manier in staat, zal die strijd ook altijd blijven. Als je jezelf dus vanaf nu, of nou ja, als je gaat trainen met intuïtief eten, ga je jezelf dus die onvoorwaardelijke toestemming geven om te eten. En als je van jezelf dus bepaald eten niet mag, dan veroorzaakt dus dat die rebelstand, zo noem ik dat, waardoor de drang om te willen eten juist groter wordt. Als ik jou, wel even een leuke vraag die ik jou wil stellen. Als ik jou nu zeg, jij mag nooit geen chocola meer. Je mag het gewoon nooit meer hebben. Waar krijg je dan zin in? En als ik jou nu zeg, je mag nu niet aan een rode koe denken. Wat zie jij nu in je hoofd? Dan zie je die rode koe. Dus als je juist allerlei dingen voor jezelf verboden hebt, dan geef je het juist heel veel aandacht. En alles wat je aandacht geeft, groeit. En met mijn methode ga je juist focussen op wat voor voedzame opties zijn er allemaal die net zo lekker zijn. En welke BG-momenten zijn, vind ik nou het allerlekkerste. En je gaat eigenlijk op een hele positieve manier over eten leren denken. En ik zeg er bewust leren bij, want dat is echt iets wat je met je brein en je mindset moet gaan leren. Dat is niet iets wat je op de een of andere dag kan denken, nou, vanaf morgen ga ik alleen maar positief denken over eten. Nee, dat is echt iets wat je moet trainen. Ik zie hier Desiree, Francisca, Miranda en Daphne willen nu chocolade. Ja. Ja, grappig, zo werkt het dus echt als je dus van jezelf niet mag. En ik heb dus al super veel verhalen gehoord van mensen die uit eetbuien komen zelfs. En die nu zeggen, ik heb gewoon een reep, kan ik gewoon een week in de kast hebben. En dat hoeft jou ook niet meteen te lukken. Ook dat kun je opbouwen. Je kan ook zeggen, nou, ik begin met die BG-momenten dat ik een klein reepje bij de kassa van de supermarkt koop. Als ik een BG-moment wil en ik haal het verder niet in huis. Of je kan zeggen van, ik plan mijn BG-moment alleen in de avond, want dan blijft bloedsuikerspiegel die stijgt wanneer je bijvoorbeeld iets met suiker zou eten. Als je een BG-moment als 's ochtends doet, dan is het lastiger om daarna verleidingen te weerstaan door die bloedsuikerspiegel dan wanneer je dat in de avond doet. En zo zijn er allemaal strategieën die je kan gaan inzetten. Dan zijn we inmiddels bij principe 4, en dat is dus breek met eetregels en schema's. Wanneer strenge dieetregels in je hoofd rondgaan, kun je eigenlijk nooit een gezonde relatie met eten opbouwen. En zul je dus altijd ook schuldig voelen als je je zondigt. En kun je ook nooit trots op jezelf zijn. En alleen maar als je je perfect aan de regels hebt gehouden. En er is dus geen goed en fout. Jij kiest wanneer je wat eet. Principe 5 is respecteer je verzadigingsgevoelens. Blijf je tijdens het eten altijd afvragen.
smaakt het eten me nog of heb ik nog wel trek? En ik kreeg laatst van volgen te horen van ja, ik eet wel eens bij mijn schoonouders en dan worden de borden opgeschept en dan vind ik het niet netjes om mijn bord niet leeg te eten. Dan ja, kan ik jou alleen maar zeggen, ja, je bord moeten leeg eten is echt een ongezonde gewoonte die je ook kunt afleren. Want waarom moet jij per se je bord leeg eten? Als jij je verzadigd voelt, dan kun je gewoon stoppen met eten. Dus niemand die jou verplicht om je bord leeg te eten. En zo is er ook niemand die jou verplicht om per se om 8 uur 's ochtends te moeten ontbijten als jij dan nog helemaal geen trek hebt. Dwing dus ook je kinderen niet om hun bord leeg te eten. Want bied het dan liever op een later moment nog aan. Want kinderen zijn juist hele mooie, intuïtieve eters. Joyce zegt, ik vind het lastig om te bepalen of ik nog honger heb. Voor ik aan het avondeten begin heb ik echt honger. Maar na 3 happen heb ik soms al een vol gevoel. Stop je dan met eten? Ik weet dat ik dan na een 30 minuten later nog weer honger heb. Nou, ik zou zeggen, stop inderdaad als je je verzadigd voelt en bewaar het gewoon. Soms is het denken in oplossingen eigenlijk heel simpel. Kijk, het zal niet altijd in je leven passen, maar je kan prima, in plaats van nog een snack in de avond of een toetje, kun je ook gewoon zeggen, nou, ik verdeel mijn avondeten gewoon in 2 porties. Ik ben bijvoorbeeld persoonlijk, ik heb een hele grote eetlust. En jouw eetlust is genetisch bepaald. En heeft ook te maken met, ik heb mezelf als kind heel vaak overeten, ja, te veel gegeten. Uit emotie, waardoor mijn maag ook is uitgezet. Dus ik heb een grote maag. Maar ik had sowieso als kleiner kind al een grotere eetlust dan bijvoorbeeld mijn zusje, die heel slank is. Dus jouw eetlust is voor een heel groot deel genetisch bepaald. En ja, als je dus een grote eetlust hebt, zoals ik, dan ik vind het dus fijn om 3 keer per dag echt een grote voedzame portie te nemen. Dus ik eet echt zo'n bak havermout. Als ik kwark eet, is het ook een grote bak. Als ik lunch met brood, zijn het altijd 4 boterhammen, nooit 2. En bij het avondeten eet ik heel vaak evenveel als Jeroen. Maar daarna snack ik eigenlijk in de avond bijna nooit meer, omdat ik dan de rest van de avond verzadigd ben. En heb jij nu een kleinere maag, dan is het juist dus een valkuil om te weinig te nemen, waardoor je 's avonds laat nog gaat snacken. Dus dan kun je beter zeggen, nou, ik wil wel een goede portie eten, maar ik doe het gewoon half-half. Dus dat is een prima oplossing. Ingrid zegt, ik vind het moeilijk met ontbijten, want ik moet om 9 uur werken. Dus als ik van tevoren niet eet, dan red ik dat niet tot aan de middag. Even kijken. Ja, dan zou je inderdaad kunnen zeggen, ik neem 's ochtends bijvoorbeeld de helft van mijn ontbijt. Dus je maakt, wat ik altijd zeg, is investeer in goede bakjes. Met goede anti-lek deksel, hoe noem je dat? Investeer in een bestekzetje wat je mee kan nemen. En eet bij wijze van spreken gewoon dan voor 9 uur. In haar geval, neem voor 9 uur een deel van je ontbijt en neem de rest mee voor onderweg. Gaan we door naar de volgende principes. En dat is principe 6, dat is de mentale voldoening. Het is echt super belangrijk om te genieten van je eetmoment en er voldoening uit te halen. Ook dus van minder voedzaam eten. Dus dat je echt zonder schuldgevoel geniet van alles wat je eet. En ik zeg ook wel eens tegen mensen die zeggen van ja, ik vind het echt lastig vol te houden dat gezonde eten. Dan zeg ik ook van, eet jij dan wel lekker genoeg? Moet jij dan misschien niet op zoek naar nieuwe recepten? En daarom hebben we ook zo'n uitgebreide receptencommunity. Je kan de zoekfunctie gebruiken en je kan alles vinden. Zowel makkelijker als moeilijkere recepten. Dus soms is het ook gewoon even zoeken, als je dus je eetpatroon langzaam gaat omgooien, dat je gaat kijken van ja, wat vind ik nou echt lekker? En dat zie ik ook bij de ambassadrices heel erg terug. Die zijn daar ook nog steeds naar op zoek. Die staan daar echt nog steeds als lerende in. En ik zelf eigenlijk ook. Van goh, ik ga weer eens opnieuw proberen. Weer een ander soort groente. Of ben een beetje klaar met de hele tijd die volkoren wraps. Dan ga ik weer iets nieuws proberen. En juist door die mentale tevredenheid zul je ook minder last hebben van de behoefte om te snijden. Want als ik bijvoorbeeld een super lekkere lunch voor mezelf heb gemaakt, dan is het voor mij veel makkelijker om daarna verleidingen te weerstaan, dan dat ik iets heb gegeten wat ik niet lekker vind. Ik kreeg
kreeg laatst ook nog een vraag van een volger. Die zei, ja, waarom raad je niet alleen volkoren brood aan? Want het is veel voedzamer dan bijvoorbeeld die wraps of die volkoren pita broodjes. Want er zitten wat minder vezels in. En dan zeg ik ook van ja, als ik elke dag brood zou moeten eten van mezelf, omdat dat dan de beste keuze is, dan zou mij dat heel erg gaan vervelen. En dan zou ik dus uit die ontevredenheid eerder trek krijgen in minder voedzame keuzes. En dan zou ik eerder, want er zijn altijd overal verleidingen. En dat zeg ik ook altijd, onze omgeving, onze obese omgeving gaat ook niet meer veranderen. Dus verleidingen zouden altijd zijn. En als jij dus mentaal niet tevreden bent over wat je eet, dan zul je dus veel eerder zwichten voor die verleidingen dan wanneer je gewoon blij bent met wat je hebt gegeten. En dus tijdens de cursus gaan we ook echt samen actief op zoek naar wat past er nou bij jou en wat zijn nou voedzame recepten of opties die jij lekker vindt en die jou dus mentaal verzadigen. Dan principe 7 alweer is werk aan emotie eten. En dat is heel makkelijk gezegd, want ik zeg hier, ja, ontdek andere manieren om je emoties te verwerken. Emotie eten voelt even goed, maar is niet de oplossing. En wat ik daar ook wel eens over zeg, van als honger niet het probleem is, is eten niet de oplossing. En goed voor jullie om te weten is dat ik dus zelf echt een enorme emotie-eter ben geweest. Maar ook nog steeds, soms nog wel eens ben. En wat ik je daarmee wil zeggen is, verwacht niet van jezelf dat je volledig van het emotie-eten af hoeft te komen. Want het is niet nodig. Het gaat erom dat je andere strategieën gaat ontwikkelen vanuit een soort van zelfliefde naar jezelf toe. En dat je jezelf niet gaat opleggen dat emotie-eten nooit meer mag voorkomen. Want dan gebeurt het juist. Dus mijn expertise, want ik heb heel veel gewerkt met tieners die heel veel emotie aten, en ik heb het dus ook zelf ervaren, is dat het dus juist zo is dat als je wanneer met meer zelfliefde naar jezelf kijkt, dat je dan dus juist krijgt dat je die emotie, dat je dat emotie eten, dat je daar langzaam afscheid van gaat nemen. Dus dat je het echt gaat zien als, nou, dit is een copingmechanisme wat ik nu heb door nu mijn emoties soms weg te eten, maar ook al heel vaak kan ik er op een andere manier mee omgaan. En die andere manieren die ga je voor jezelf met mijn cursus dus allemaal uitwerken. En in de boeken heb ik daar ook al, in de Mindset Guide staat daar een oefening voor, waar je gaat dus allemaal andere manieren voor jezelf uitwerken. En je zult zien dat 9 van de 10 keer pak je die andere manieren om een emotie te verwerken. En als het dan af en toe nog voorkomt, dan zul je ook zien dat je veel makkelijker weer kunt terugswitchen naar die voedzame basis, omdat je er geen schuldgevoel of heel streng oordeel meer aan hangt. Dan denk je gewoon, nou, ik heb het dus ook soms nog wel eens, bijvoorbeeld als ik heel gestrest ben of gewoon soms verdrietig rondom bepaalde dagen in het jaar. Dan is het niet zo dat ik me er helemaal aan toegeef, maar dan denk ik gewoon, ja, dit heb ik echt gegeten uit emotie. Ik had dit even nodig. Volgende keer ga ik er weer anders mee om. En juist door jezelf niet te veroordelen, kun je er juist langzaam afscheid van nemen. En misschien kom jij er wel helemaal van af, maar dat hoeft dus niet. En leg jezelf dus dat ook niet op. Dan, principe 8 is, probeer niet te kritisch te zijn over hoe jouw lichaam er nu uitziet. In deze maatschappij zijn mensen heel erg gefocust op uiterlijk vertoon. En je ziet dat ook op Instagram heel erg. Allemaal over body positivity, maar ook allemaal over laten zien hoe je eruit ziet. En ik ben meer voor de body-neutrale aanpak. Dus zie jouw lichaam, geest, mindset als één geheel. En jij bent gewoon één persoon en je bent veel meer dan alleen je lichaam. En als jij je heel erg op je uiterlijk en op je lichaam focust en op kilo's die eraf moeten, dan ga je eigenlijk voorbij aan het proces van werken aan je gezondheid en weer lekker in je vel komen te zitten. En als jij heel erg last houdt van negatieve zelfspraak, dan saboteert dat echt jouw proces. Dus als jij constant in de spiegel alleen maar kijkt naar wat er allemaal niet goed is aan jezelf en je blijft dat doen, dan gaat er ook niks veranderen. Want dan kun jij niet
een gezonde relatie met eten of met jezelf gaan opbouwen. Dus het is heel belangrijk dat je jezelf bewust wordt van hoe jij tegen jezelf praat. En als jij jouw lichaam, hoe het nu ook is, volledig accepteert, dan ga je het vanzelf ook voeden vanuit liefde voor je lijf. En dan volgen die kilo's echt vanzelf. En het is heel belangrijk dat je, wat ik altijd zeg is, behandel jezelf zoals je ook je beste vriendin zou behandelen. En ga dus ook op die manier tegen jezelf praten. Want je kunt nooit helemaal gelukkig worden met jezelf vanuit negatieve zelfspraak. En als jij nu niet gelukkig bent met jezelf, dan ben je dat 10 kilo lichter ook niet. Want dan is er dan wel weer iets nieuws wat je niet goed vindt aan jezelf. En dan zul je uiteindelijk ook nooit tevreden zijn over je uiterlijk. Dus het is heel belangrijk om die tevredenheid over jezelf nu al te hebben. Ook al zijn er nog dingen die je aan jezelf zou willen verbeteren. Dan, principe 9 is bewegen. En ik zeg, ga vooral genieten van beweging die goed voelt en die bij jou past. Ga niet naar de sportschool als je dat vreselijk vindt, want dan hou je het toch niet lang vol. En ook hierin ga je dus breken met die dieetcultuur. En ga je dus niet meer bewegen om calorieën te verbranden of te compenseren. Maar je beweegt omdat je er dus, jij je er fijn bij voelt. En je gaat dus ook haalbare doelen stellen. En ik doe dat zelf dus bijvoorbeeld altijd, ik zal hem even laten zien, met mijn weekplanner. En daarin plan je dus beweging, ontspanning en me-time op. En het is dus heel fijn, vind ik zelf, om je beweging in te plannen als afspraken die je dus maakt met jezelf, die je wil nakomen. En vooral, ik weet niet of dit voor iemand herkenbaar is, maar als jij bijvoorbeeld wil sporten, maar er is iets met je kinderen of je partner of er komt iets tussen, is het heel belangrijk dat je die afspraken met jezelf gepland hebt, want dan hou je jij jezelf er ook aan. Maar daarvoor moet je ze dus wel ook haalbaar maken. Dus ik heb bijvoorbeeld dat ik elke dag 20 minuten wandel en dan nog 1 keer in de week probeer ik iets actievers te doen, zoals hardlopen of wielrennen. En dat plan ik echt als belangrijke afspraak in. En als er dan iets tussenkomt, dan kan ik heel duidelijk naar mezelf stellen van ja, maar ik wil toch die beweging hebben. En meestal lukt het dan ook. En als ik het niet had afgesproken, dan ben ik ook wel iemand die zichzelf snel wegcijfert. En ik weet niet of dit herkenbaar is, maar dat je snel geneigd bent om alles voor een ander te doen. En eigenlijk jouw behoeftes en jouw behoefte aan ontspanning en dus ook aan beweging om die weg te cijferen. Dat vind ik vaak bij veel vrouwen die ik spreek wel een terugkerend probleem eigenlijk. Dat je jezelf niet op één durft te zetten. En ik heb dat zelf ook lastig gevonden om echt mijn eigen gezondheid op één te zetten. En voor mij is het juist gebleken dat als ik me dus aan mijn eigen planning hou en als ik lekker voedzaam eet en ik plan dus op tijd ontspanning in, dat ik juist een fittere, energiekere moeder ben. En ook als ik lekker in mijn vel zit, dan ben ik ook een veel leukere partner voor mijn vriend. Dus hou dat in je achterhoofd. Jezelf op één zetten is juist helemaal niet egoïstisch. Het zorgt er juist voor dat je een heel goed rolmodel bent. En het zorgt er juist voor dat je aan anderen laat zien van hey, het is juist goed om jezelf op één te zetten. Want je wilt toch dat jouw kinderen bijvoorbeeld later ook zichzelf op één gaan zetten en zich niet wegcijferen voor een ander. Dus dat is wel iets belangrijks wat ik, mocht het je aanspreken, jou vanavond zou willen meegeven. Dan, ik wijd altijd veel te lang uit. Oh, dat zeggen wel mensen heel herkenbaar. Nou, fijn dat ik je dit toch heb kunnen meegeven. Ik neem even een slokje. Ik ben heel verkouden, ik kan er niks aan doen. Dit past trouwens wel heel goed bij de Mindset Guide, dat je moet loslaten waar je geen invloed op hebt. Nou ja, als je ziek bent, heb je daar geen invloed op. Dus ik probeer het gewoon los te laten, want ik voel me verder hartstikke goed. Dus ik ga gewoon vrolijk verder. Maar dan weten jullie waar mijn zwoele stem vandaan komt. Principe 10 is eer je gezondheid met gentle nutrition. En daarmee bedoel ik, kies voor voeding die dus voedzaam is, lekker is en die je goed laat voelen.
En vooral dat lekker. Ga dus geen avocado eten als je dat niet lekker vindt. Er zijn genoeg voedzame opties. Je moet gewoon echt even op onderzoek uitgaan. Ik vind ook, ik ben echt geen super makkelijke eter. Ik vind bijvoorbeeld bloemkool echt niet lekker. Tot ik erachter kwam dat ik het in een curry bijvoorbeeld wel lustte. En daar kwam ik echt pas na 3 jaar achter. Dus je bent nooit te oud om te leren daarin. En gentle slaat op flexibel. En het dus niet strikt omgaan met gezond eten. We gaan voor progress, dus vooruitgang. En not perfection. Dus je streeft met mijn methode naar een 80-20 balans. En het hoeft dus niet, ja, ik gebruik altijd die hashtag, het hoeft niet perfect. Want juist als je het niet perfect hoeft te doen van jezelf, daarmee geef je jezelf echt superveel rust en ruimte om gewoon te denken, nou, vandaag was misschien niet de beste dag, morgen weer verder. En als je constant zo die lat heel hoog legt voor jezelf, van oh, ik moet meteen de perfecte crackers hebben en ik heb geen groente bij de lunch gegeten of... we halen deze week alweer een keer friet. Door steeds te balen van je eigen gedrag, praat je jezelf eigenlijk alleen maar naar beneden. Het gaat juist om dat jij je gaat focussen op wat er wel goed gaat en dat je dat uitbouwt. Dus eigenlijk die focus op positiviteit, en dat is ook hoe de weekplanner is ontworpen. Jij gaat je alleen nog maar focussen op wat er wel goed gaat en op wat je wel wilt in je leven. Dus zodra je dus die focus gaat verleggen, zowel van dieetgedachten naar een positieve mindset. En je gaat de focus verleggen van kilo's, alleen maar kilo's die eraf moeten, naar ik wil me energieker voelen, ik wil me fitter voelen. Ik wil een leuke moeder zijn voor mijn kinderen, ik wil een goed rolmodel zijn. Als je die focus gaat verleggen, dan behoud je je motivatie ook veel eerder. Het hoeft dus niet perfect. Kijk naar hoe je iets voedzamer kunt maken. Dus stel als je denkt, nou, deze maaltijd is helemaal niet laziful proof. Kun je er iets aan toevoegen? Het kan echt heel simpel zijn van een blikje mais. Nog laatst aten wij bijvoorbeeld frietjes. Even een voorbeeld. Wij aten friet. En dat deden we vroeger ook best wel vaak. Nou, nu wat minder, omdat we hebben die behoefte ook minder. Want we eten gewoon super lekker. Maar we dachten, laten we weer eens een keer friet halen. En dan is er een heel mooi verschil tussen mij vroeger en nu. Vroeger dacht ik dan, ik ga ongezond eten. En dan ging ik er helemaal voor. Dus dan nam ik een grote friet speciaal. En ik nam drie snacks. En ik at er verder niks voedzaams bij. En wat ik nu doe... Oh ja, en ik had daarna een schuldgevoel. Ik voelde me daarna heel slecht over mezelf. En dan de volgende dag moest ik weer heel gezond eten van mezelf. En dat was echt... heel vermoeiend, ook voor mijn omgeving, maar ook voor mezelf. Want ik kon daardoor dus niet eens genieten van die friet. En nu, als wij dus friet bestellen, dan neem ik een wat kleinere portie. Maar ik ga dus intuïtief eten. Dus ik stop gewoon wanneer ik denk, nou, nu heb ik wel genoeg friet gehad. Dus niet dat ik het van tevoren vastleg van zoveel mag ik eten. Nee, ik kijk gewoon wanneer ik klaar ben. En doordat bijvoorbeeld friet en mayonaise en snacks niet meer verboden zijn, heb ik ook niet meer dat gevoel van, oh, ik ga helemaal los. Dus neem ik nu 1 snack. En ik merk dat ik dus ook bijvoorbeeld minder mayonaise neem. Maar dan neem ik bijvoorbeeld wel de mayonaise die ik zelf echt het allerlekkerste vind. Dus dat is een heel verschil. En wat ik dus doe, is vaak een kopje soep erbij nemen en dan nog een optimaal toetje daarna. Zodat ik niet een uur later, want friet vult niet echt heel erg bij mij, zodat ik niet daarna nog trek heb. Dus dan combineer ik eigenlijk voedzaam met minder voedzaam. En dat leren combineren, dat is ook wat je met een 80-20 balans doet. Je switcht constant tussen voedzaam en minder voedzaam, maar wel lekker. En je denkt dus niet meer in goed en slecht, maar je denkt dus in een volledig eetpatroon en je switcht tussen voedzaam en minder voedzaam. En daardoor is deze leefstijl ook niet iets wat je moet volhouden, maar het is gewoon echt iets wat je dus gaat omarmen. En je bent dus een mens en geen robot. Dat is ook wat ik je wil zeggen, want heel veel mensen hebben het gevoel van, ik moet het toch kunnen om me bijvoorbeeld aan een eetschema te houden. Nee, niemand kan een leven lang zich aan een eetschema of een dieet houden. En het is ook echt zonde van je energie. Want wat als je bijvoorbeeld een keer lekker uit eten gaat. Of wat als je bijvoorbeeld een keer bij mensen op bezoek gaat. Waar je geen controle hebt over wat er gegeten wordt.
Hoe zonde is het dan als jij je druk loopt te maken over eten, terwijl ja, er is zoveel belangrijkers in het leven. Dus het is gewoon echt zonde om je heel druk te gaan maken en te gaan stressen over eten. En mijn ambassadrices hebben dus ook dat het hoeft niet perfect helemaal omarmd. En dat is juist de reden waarom ze zo succesvol zijn. En in mijn eerste videocursus, dus de Lazy Fit Girl transformatiecursus, ga ik nog dieper in op hoe je deze principes nu effectief kunt inzetten in combinatie met dus mijn richtlijnen. Ja, dan gaan we het even hebben over honger en verzadiging. Je ziet hier een heel mooi plaatje. Wat heel belangrijk is om te weten, is dat honger en verzadiging zijn dus twee signalen die ons lijf aan ons geeft wanneer we moeten eten of moeten stoppen met eten. En wetenschappelijk onderzoek wijst dus uit dat mensen die op dieet gaan, die hebben meer afgifte van het hormoon ghreline. En dat is dus het hongerhormoon. Dat wil dus zeggen dat als je op dieet bent, dat je eenvoudig sneller honger hebt. Dus nog een mooie reden om daarmee te stoppen. Dat komt omdat wij willen afslanken, hè? Dus dan ga je minder eten of op een streng dieet. Maar jouw lijf weet dat niet. Jouw lichaam weet niet of jij op dat moment wil afslanken of dat je bij wijze van spreken in de woestijn zit waar jij geen toegang hebt tot eten. En je lichaam gaat dus extra focus hebben. Laat je even groter laten zien. Je lichaam gaat dus extra focus hebben op eten om daar alles aan te doen zodat jij alsnog voldoende energie binnenkrijgt. En dat is ook de reden waarom jij sneller gaat aankomen dan afvallen. Want jouw lijf gaat dus extra reserves aanleggen voor tijden van schaarste. Je lichaam heeft dus liever wat extra vetjes. Eigenlijk zou je je lichaam dus dankbaar moeten zijn, want het beschermt jou dus om in leven te blijven. Maar over die honger en verzadiging. Als jij, en ik wil wel graag weten van jullie of dit voor jou herkenbaar is. Als jij dus heel veel gedieet hebt, dan bestaat de kans dat jouw honger en verzadiging, dat jij dat niet meer goed aanvoelt. Dat komt door het yo-yo-effect. Door dat yo-yo-effect, het yo-yo-effect van steeds weer afvallen en aankomen, is echt super schadelijk voor je lichaam. Zelfs nog schadelijker dan het hebben van overgewicht zelf. Want je brengt namelijk je hele lichaam in de war daarmee, maar ook jouw hele hormoonhuishouding, dus al die hormonen die betrokken zijn bij het hongergevoel, die raken ontregeld. En in de Lazy Fit Girl transformatiecursus ga ik jou dus leren hoe jij die honger en verzadiging kan herstellen. En wat dus belangrijk is om te weten is, jij bent geboren met een aantal vetcellen. Het aantal vetcellen dat jij hebt, die liggen bij jouw geboorte al vast. En heb jij veel vetcellen, dan zou je overgewicht kunnen ontwikkelen, maar dat hoeft dus niet. En het ontwikkelen van overgewicht ligt dus voor een groot deel, er zijn uitzonderingen, maar voor een groot deel ligt het dus aan je leefstijl, voeding en beweging. En het ligt dus aan of je die aanleg hebt in het aantal vetcellen of niet. Dus je ziet soms wel eens hele slanke mensen die echt eten als een bootwerker en super ongezond eten. En daar zou je jaloers op kunnen zijn, want er zijn mensen die dus gewoon heel weinig vetcellen hebben. En die zullen dus nooit overgewicht kunnen ontwikkelen. Maar of je echt jaloers moet zijn is maar de vraag. Want ze zijn vaak niet heel erg gezond, want ze hoeven niet op hun lijn te letten. Dus ze eten gewoon, ze hoeven niet per se een gezond voedingspatroon te hebben. Over die vetcellen. Vetcellen kunnen zich dus vullen met vet, waardoor je dus dikker wordt en waardoor je dus groeit in omvang. Maar ze kunnen dus ook weer leeglopen. En wat goed is om te weten is dat het menselijk lichaam wil eigenlijk niet afvallen in vetmassa. Dus als jij snel afvalt, dan zal jouw lijf er van alles aan doen om snel weer aan te komen plus meer. En daarom hamer ik er zo op, en dat is echt dus wetenschappelijk onderbouwd, dat je langzaam moet afvallen en dat je jouw lichaam ook het vertrouwen moet geven dat het gevoed wordt. En daarom is het zo belangrijk om te kijken naar voedzame calorieën. En eten we dus vezelrijk en eiwitrijk. En daarom eten we ook zo min mogelijk bewerkte tussendoortjes, want die herkent jouw lijf dus ook niet als voeding. En jouw lichaam gaat dus pas vet willen verliezen, of die vetcellen doen laten slinken,
als het het gevoel heeft dat het gevoed wordt. En daar zal ik straks nog even iets over laten zien. Het gaat over een tweeling, een studie die is gedaan bij identieke tweelingen. Nou, hoe helpt intuïtief eten nu bij succesvol afvallen? Ik vroeg dus al jaren de wetenschap hierover. En ik ga eerst even vertellen, dus de meest gemaakte fout tijdens het afvallen is dus om alleen maar naar calorieën en naar jouw gewicht te kijken. Er zijn ook heel interessante studies naar gedaan met dus die tweelingen. Daar kom ik zo even op terug. Maar als jij alleen maar naar calorieën kijkt, ik noem als voorbeeld wel eens een mini-marsje, bevat bijvoorbeeld minder calorieën dan een banaan. En dan denken mensen, nou, dan kan ik beter een mini-marsje nemen, want er zitten minder calorieën in. Maar wat er dus gebeurt, is dat jouw lichaam dat niet als voedzame calorieën herkent en het dus eerder gaat opslaan als vet. En dat is ook waarom je niet naar calorieën kijkt, maar naar voedzame calorieën. Nou, ik volg dus al jaren alle wetenschappelijke studies rondom vetverlies, rondom afvallen. Wist je bijvoorbeeld dat vet een actief orgaan is? En het is een orgaan dat wel 600 verschillende hormonen aanmaakt. Heb jij bijvoorbeeld te weinig vet, dan kun je dus daardoor ook onvruchtbaar raken. Maar ook bij te veel vet. En al deze hormonen geven dus signalen aan je hersenen. En dat is vaak hele lastige, complexe materie. Heel interessant vind ik. Maar jij hoeft dat niet allemaal te weten, want met mijn methode heb ik al het werk al voor je gedaan. En hoef jij alleen maar te letten op de uitvoering. En mensen die dus heel strikt denken en in de dieetmodus zitten, hebben bovendien dus een kans om een verstoorde relatie met eten op te bouwen. En het is ook een vorm van controle die jouw proces steeds weer zal saboteren. Die drang naar controle en duidelijkheid is wel heel menselijk, hè? Want ik krijg heel vaak de vraag van, ja, maar Ankie, ik wil toch heel graag een eetschema hebben. Of precies weten hoeveel calorieën ik per dag mag eten, want dan kan ik het trekken en bijhouden. Maar bij afvallen is die controle juist saboterend. En je hoeft dus ook echt niet bang te zijn dat je door intuïtief eten met de Lazy Fit Girl methode, dat je dan te veel eet. Want in mijn 10 jaar ervaring is dat dus nog nooit voorgekomen. Dat mensen als ze intuïtief gaan eten, dat ze dan nog te veel nemen. Want je hebt dus de richtlijnen. Ik ga hem al even heel snel laten zien. Zet ik jullie even op een goed beeld. Dit is dus het Lazy Fit Girl supermarktkaartje. Je kan hem nu niet helemaal goed zien. Maar dit is dus het kaartje waar alle richtlijnen op staan per productgroep. Want dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Van ja, hier zit meer suiker in, hier zit meer vet in. Je moet dus per productgroep ergens anders op letten. En daarom heb ik dus dit kaartje gemaakt. Je kan hem helemaal opvouwen, je kan hem in je portemonnee doen. En daar staan de richtlijnen dus per productgroep op. En dan kun je dus heel makkelijk voor jezelf kijken van, goh, ik wil nu bijvoorbeeld een muesli kopen. Wat is nu handig? Onder hoeveel gram suiker per 100 gram en onder hoeveel gram vet per 100 gram? Is die Lazy Fit Girl proof? En natuurlijk, het zijn richtlijnen, geen strenge regels. Dus is het er iets boven, helemaal prima. En dan nog, hè, je hoeft niet per se in alles de beste keuze te nemen. Het is ook belangrijk dus dat je mentaal tevreden bent over wat je eet. Straks nog meer over dit kaartje, want die zit bij de cursus. Dan even over die tweelingstudie. Dit zijn dus twee identieke tweelingen en daar is een heel interessante studie mee gedaan. Ze lieten dus beide personen, want je ziet dus links en rechts zijn dus niet dezelfde mensen, maar is dus een tweeling. En ze lieten dus beide personen evenveel calorieën eten. Bijvoorbeeld 1600 per dag. En bij persoon A bestonden deze uit lege calorieën. En dat noem ik lege calorieën en dat bedoel ik dus dat ze niet voedzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan wit brood of tussendoortjes zoals een Snacker Jack. En bij persoon B dus uit voedzame calorieën, dus volkorenproducten. En als tussendoortje eerder bijvoorbeeld noten, maar ook dus wat lekkers af en toe. Zoals je in mijn methode dus die BG-momenten hebt. Nou, en wat gebeurde er dus? Persoon B die voedzaam at, die viel dus af in vetmassa en in centimeters. En dat zie je ook. En dat zie je ook vooral rond de buik.
En persoon A viel ongeveer evenveel af, maar vooral in spiermassa. Daarnaast bleek persoon A ook nog eens ondervoed na deze periode. En dan niet ondervoed in te weinig calorieën om je lijf draaiende te houden, maar ondervoed in te weinig voedingsstoffen. En dat konden ze meten aan bijvoorbeeld de huid en het haar, aan die conditie. En ook aan het verschil in energie. En ook had persoon A last van cravings en persoon B niet. En dat had dus met aanmaak van het hongerhormoon ghreline en het stresshormoon cortisol te maken. Want bij te veel stress heb je dus de hele dag trek. Dus ze noemen dat ook wel hungry fat cells. Dus hongerige vetcellen krijg je daarvan. En persoon A verloor dus evenveel gewicht bijna. Dat zou je niet zeggen als je die foto's ziet. Maar dus nauwelijks centimeters. En dat zit hem dus in dat persoon A is afgevallen in spiermassa en in vocht. En dat is wat er gebeurt. Als je snel afvalt, val je ook af in spiermassa en in vocht. En dat is waarom je bij mijn methode niet heel spectaculair resultaat ziet op de weegschaal, maar wel in centimeters. En dat is uiteindelijk wat je wil, want niemand loopt met zijn gewicht op zijn voorhoofd. Want ook op rechts, deze twee dames wegen ongeveer evenveel, maar je ziet een heel groot verschil in het figuur en in de vetmassa. En wat de belangrijkste uitslag van dit onderzoek was, is dat persoon B ook zei van, nou, dit calorieënpatroon, deze voedzame calorieën met af en toe kunnen genieten, dit is een levensstijl die ik voor altijd vol kan houden. En persoon A gaf aan van, nou, dit houd ik niet vol. En ook het metabolisme, dus de verbranding in rust, is bij beide tweelingen gemeten. En die lag voor het onderzoek gelijk, want ze zijn identiek. En na het onderzoek bleek dus ook dat het metabolisme van de linkerpersoon ook gedaald was. Dus verkeerde calorieën eten, en met verkeerd bedoel ik niet, alleen maar niet voedzame calorieën eten. En daar dus op te letten bij wat je eet, in plaats van op hoe voedzaam het is, kan er dus ook voor zorgen dat jouw verbranding ook nog eens daalt. Even kijken. Dan, waarom is afvallen zo lastig? Ik ga er een beetje tempo in brengen. Ja, afvallen is heel lastig. Het is ook niet voor niks dat de helft van de volwassenen tegenwoordig overgewicht heeft. Dus reken jezelf dat ook niet aan, mocht jij overgewicht hebben. Ik weet natuurlijk niet hoeveel jij wil afvallen. Maar dat heeft dus echt met onze maatschappij te maken, met die dieetcultuur. En je bent dus echt slachtoffer van de voedingsmiddelenindustrie. En door mijn methode te volgen, ga je eigenlijk zeggen, nou, ik wil niet langer in die slachtofferrol zitten. Ik ga zelf de regie pakken. Ik ga zelf labels leren lezen en mijn ideale eetkeuze bepalen. En door te investeren in de juiste kennis, kun jij dus ook betere keuzes maken. En dat gaat dus het verschil maken. Daarnaast ben je dus ook echt slachtoffer van de dieetcultuur. Want die willen jou doen laten geloven dat een dieet de enige weg is naar gewichtsverlies. En dat is gewoon niet zo. En ja, ik heb zelf ook de ervaring gehad dat afvallen bij mij maar niet lukte. En ik deed echt heel veel moeite. En dit is misschien wel herkenbaar. Het voelde voor mij echt als een oneerlijke strijd. En ja, ik wist dus wel veel over voeding. Maar ik wist nog niets over voeding en afvallen. En ik wist nog niets over het menselijk lichaam. En misschien geldt dat ook voor jou. Je weet wel een beetje hoe je gezond moet eten. En je wil ook wel die gezonde relatie met eten en afvallen. En je wil ook geen dieet meer. Maar je mist een goed plan. En naast dat ik jou heel graag een goed plan wil bieden, wil ik jou ook heel graag coaching bieden in een besloten groep. En echt ook graag die stok achter de deur voor jou zijn. Ik wil heel graag echt vrouwen gaan helpen met dus het afvallen voor altijd. Dan, waarom het nu wel gaat lukken? Ja, ik ga jou zo nog even uitleggen hoe het zit met die vetcellen en hoe je jouw lijf wel in de afslankmodus kunt krijgen. Maar wat ik je nu wil zeggen is, jij kunt dit ook. Ik heb 10 jaar ervaring in de begeleiding en iedereen kan het. Zelfs als je dus een trage schildklier hebt. Ik heb al meerdere volgers die dat hebben. En die toch zeggen, nou, na een half jaar is het toch bijvoorbeeld 10 kilo af. Als je maar dus bereid bent om het anders aan te pakken dan dat je in het verleden hebt gedaan.
En je dus de wetenschap voor jou gaat laten werken. En je moet dus vooral je lijf als je mindset in die afslankmodus krijgen. Want jouw brein heeft echt een enorme invloed op jouw eetgedrag. En dat is precies waarom ik het onderwerp intuïtief eten dus met je heb besproken. Want dat is dus een groot stuk van die mindset aanpak. En waarom het je nu ook wel gaat lukken, is omdat je dus die gedragspsychologie gaat inzetten. Want jij bent nu je vanavond kijkt, misschien heel gemotiveerd om af te vallen. Maar niemand is zijn leven lang gemotiveerd. Die motivatie verdwijnt en daarom moet je je motivatie gaan halen uit andere dingen. En dat gaan we ook in de cursus, daar gaan we ook echt mee aan de slag. Ja, wat ik nog even wil vertellen over mijn werk. Ik heb dus 10 jaar lang tieners met morbide obesitas begeleid. En die waren vaak hun hele leven al op dieet geweest. En ik weet niet of ik hier ook volgers heb die al heel lang van dieet naar dieet zijn gehopt. En die het dus juist met die nieuwe benadering het dus wel lukt. En ik heb dus ook jarenlang samengewerkt met gedragswetenschappers. Ik heb samengewerkt met psychologen om deze benadering dus voor jou te ontwikkelen. Dus ik heb al mijn expertise eigenlijk van de afgelopen 10 jaar en alle kennis die ik heb opgedaan omtrent de wetenschap en de gedragspsychologie over afvallen, die heb ik eigenlijk gebundeld in de Lazy Fit Girl methode. Nou, dan wil ik nog heel even hebben, we lopen trouwens een klein beetje uit, maar ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Ik wil nog heel even hebben over de ambassadrices. Want daarin vind ik het ook heel leuk dat zij hebben ook allemaal hun eigen expertise om jou te willen helpen. Dus er is iemand die uit een burn-out komt, iemand in de overgang, iemand met 4 kinderen en een studie, dus weinig tijd om te koken. Iemand die uit een burn-out komt, ook iemand die glutenvrij eet, iemand die depressieve klachten heeft gehad. Daarmee wil ik ook zeggen van mijn methode is echt voor iedereen geschikt. Dan gaan we het nu eindelijk hebben over de cursus. En zo, ik zet het plaatje even groter, zodat jullie het goed kunnen lezen. Dit zijn de 10 modules die we gaan behandelen. En we gaan dus 10 video's zijn er in de cursus. En de cursus loopt 8 weken, maar je mag er ook langer over doen. Wat zit er allemaal in? We gaan stap 0 tot en met 6 uit de Eat Guide helemaal doorlopen samen. We gaan dus alle eetswitches behandelen. We gaan alle kennis ga ik met je delen, dus in videovorm. En je kan me op pauze zetten, dat is misschien wel fijn om te weten. We gaan labels leren lezen, ook ga je dat ook echt laten zien. Je krijgt allemaal verdiepende opdrachten. En je krijgt dus die richtlijnen op het supermarktkaartje. En dat kaartje krijg je thuis gestuurd. Verder zit er dus een uitgebreide module bij over intuïtief eten, waar ik jou echt ga leren hoe je dat intuïtief eten nou in de praktijk brengt, in combinatie met mijn methode. En veelgestelde vragen worden ook beantwoord. En als slot is er dus een live Q&A-sessie met mij in de besloten community. Maar daarnaast ga ik jou samen ook met de ambassadrices ook echt 8 weken lang begeleiden. Dus het is echt een leertraject van 8 weken. Dan over de cursus. Na het volgen van de cursus heb jij dus het Lazy Fitten volledig onder de knie. Dat wil zeggen dat je alle tips en tricks hebt toegepast en dat je echt weet hoe het in elkaar zit. Je bent een expert in eetswitchen geworden. Oh, mijn stem is echt erg, sorry daarvoor. Maar goed. Je weet hoe je een label moet lezen. Je hebt dus geleerd hoe je intuïtief kunt gaan eten. En ik ga er echt mijn uiterste best voor doen dat jij succesvol gaat afvallen voor de rest van je leven. Je krijgt dus een volledige videocursus die jou door alle stappen van de Lazy Fit Girl methode heen loodst. Je krijgt heldere uitleg. Je krijgt toegang tot de besloten community alleen voor cursisten. En daar krijg je dus ook 8 weken lang die begeleiding van mij en de ambassadrices. Wij gaan echt een stok achter jouw deur zijn en we doen het dus echt samen. Je krijgt dus 6 nieuwe verdiepende opdrachten. Je kan het volgen in je eigen tijd en tempo, dus je kan er ook gewoon langer over doen. Als je zegt, ik vind 8 weken te kort, dan doe je er gewoon langer over. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die het fijn vinden om juist die stok achter de deur te hebben, om elke week
in te plannen, ook in je agenda. Van nou, ik ga nu die video kijken en ik ga nu die huiswerkopdracht maken en die ga ik bespreken in de groep. Het is echt de bedoeling dat we het helemaal samen gaan doen. En er is dus die uitgebreide live coaching en nog een Q&A sessie met mij. En het is dus echt een nieuw besloten platform. Het lijkt een beetje op Facebook en het is echt heel makkelijk. En ja, het wordt een hele fijne omgeving, een veilige omgeving ook, waar jij echt je leefstijl gaat veranderen. De extra's zijn dus dat kaartje, die krijg je thuis gestuurd. Dan boodschappenlijsten van diverse supermarkten. Maar ik ga ook nog veel meer tips en tricks met je delen. En ik ga ook gewoon kijken van waar is er behoefte aan? Wat willen jullie graag nog zien? Ik ga bijvoorbeeld ook podcasts delen of bepaalde motivatievideo's. Of ja, ik kan ook nog altijd extra opdrachten geven wie dat wil. Dus we gaan echt samen aan de slag. Dan de prijs. Oh, eerst nog even wat je nodig hebt. Ja, dat is ook wel handig. Je hebt nodig het gratis e-book. Of je hebt een geprint boek. Of misschien heb je het werkboek wel gekocht. Dan heb je een meetlint nodig. Heel belangrijk, want we focussen dus op centimeters in plaats van gewicht. Je hebt het kaartje met de richtlijnen nodig. Maar die krijg je sowieso thuisgestuurd. En optioneel zijn dus die leefstijl weekplanner en je armbandje. En het armbandje is dus echt als reminder. Als jij soms tussen twee keuzes in staat. Bijvoorbeeld voor mezelf is dat wel eens van, nou, gaan we bijvoorbeeld eten bestellen of ga ik toch zelf een voedzame versie maken van bijvoorbeeld een pizza. Dan kijk ik naar mijn armbandje en dan denk ik aan mijn motivatie, hè, van waar doe ik het allemaal voor. En dan maak ik toch vaak voor mij de betere keuze. En voor jullie gaat het ook helpen om als reminder dat je niet in je eentje aan je leefstijl aan het werken bent. Dan wil ik jullie nog even de mogelijkheid bieden om vragen te stellen over de cursus. Dus heb je een vraag, laat het me even weten. En als jullie die aan het stellen zijn, wou ik nog even zeggen ik wil je nog even een stukje motivatie meegeven. Mocht je nu twijfelen en denken van, heb ik wel de energie, heb ik wel de tijd, hoe ga ik dit aanpakken? Weet echt, en voor mij was het ook zo, ik had echt een hele passieve leefstijl toen ik mezelf ging veranderen. Het perfecte moment om je leefstijl te gaan veranderen komt nooit. Daar moet je ook echt niet om wachten. Het gaat juist om een langzaam proces. En er zijn echt al heel veel Lazy Fit Girls met een drukke baan, of met kinderen, of met onregelmatig werk, die alles al geprobeerd hadden en die met mijn methode wel die succesresultaten boeken. En dit gaat dus niet jouw zoveelste poging worden om af te vallen. Dit gaat echt een verandering zijn voor de rest van je leven. En daarom gaan we ook als eerste opdracht doelen echt manifesteren. Zodat jij precies voor jezelf helder hebt waar jij naartoe wil. En als laatste opdracht ga je ook echt voor jezelf een traject plannen van waar wil ik het komende jaar nog naartoe werken. En weet ook dat mijn methode, het succes, gaat echt over die succesverhalen die ik wil kunnen delen. Dus ik ga er ook alles aan doen om van jou het volgende succesverhaal te maken. Het is echt, ik weet niet of iemand dat herkent als je een passie hebt gevonden. Het is echt mijn passie geworden om vrouwen te helpen met afvallen. Ik vind het echt het leukste wat er is. En ik haal er super veel voldoening uit. Dus weet dat ik echt alles ga geven om jou te helpen. En ik vind het ook echt super leuk als ik dan bijvoorbeeld een berichtje krijg van iemand dat ze bijvoorbeeld zwanger zijn. Of als iemand zegt, mijn huid is verbeterd. Of ik kan weer van de glijbaan. Dat geeft mij echt ook super veel drive en passie om dit zo nu eindelijk te kunnen opzetten. Gewoon in een mooie cursus met een groep gemotiveerde mensen. Dan, ik zie al een vraag, kost de cursus me veel tijd en energie? Nou ja, daarover kan ik alleen maar zeggen, je bepaalt natuurlijk zelf hoe uitgebreid je de opdrachten doet, hoe druk je in de groep actief wil zijn, hoeveel interactie jij wil opzoeken, dat bepaal je zelf. Op zich denk ik dat het heel goed te doen is en we hebben het ook goed verspreid over 8 weken. En je kan de video's ook later nog een keer terugkijken of pauzeren. Dan is het ook nog zo dat als jij nu niet lekker in je vel zit, dan kost jou dat ook heel veel energie. En eigenlijk vind ik, als je kijkt naar hoeveel tijd kost het me,
elke dag dat jij niet lekker in je vel zit, is verspilde tijd, vind ik. En ook, als ik zie, als jij bijvoorbeeld 3 maanden de tijd neemt om echt aan je leefstijl te werken en je zit daar veel lekkerder in je vel en je hebt allemaal fijne, gezonde gewoontes voor jezelf ontwikkeld die goed voelen, die bij jou passen, die je uitstraalt op je hele omgeving, ja, dan vind ik dat echt de tijd waard. Dan iemand die zegt, mag ik ook langer over doen? Ja, dat mag zeker. We hebben de cursus dus in 8 weken ingedeeld. En dan bieden we ook echt die enorme begeleiding aan. Maar je kan dus zeker nog langer met elkaar in contact staan. En ook de video's nog terugkijken. Dus denk je, nou 8 weken is voor mij niet haalbaar. Ik heb een drukke agenda, maar ik wil er wel voor gaan. Laat dit je dan ook zeker niet tegenhouden. Wat is de meerwaarde van de cursus tegenover het zelf volgen van je guide? Nou, dat is echt alle extra's die er zijn. Dus van het supermarktrichtlijnenkaartje tot aan alle extra opdrachten die ik je ga geven. Maar ook gewoon het gevoel van samen doen, samen leren. En ook het communitygevoel. En ook gewoon dat je gewoon ook de begeleiding krijgt van mij en van de ambassadrices. En dat we al onze aandacht op jullie gaan richten. Wat dus ook goed is om te weten, is dat wij ook uit de Facebook community gaan. En wij gaan ons dus ook echt richten op de cursisten die echt er helemaal voor willen gaan. Dus daar gaan wij alleen nog maar uitgebreid advies en tips aan geven. Dan, hoe ziet het leerplatform eruit? Nou, het is dus heel makkelijk in gebruik. Het gaat lijken op Facebook en het gaat zich allemaal vanzelf wijzen. Er komen allemaal topics waar je jezelf ook kunt voorstellen. Je kan ook zeggen, ik wil graag anoniem meedoen. Dat is ook helemaal prima. En wij gaan er echt voor dat iedereen uit de cursus een succesverhaal gaat worden. Ik zie al heel veel mensen die zeggen, ja, ik ga me aanmelden. Ik heb er ook zin in. Zegt iemand beterschap, ja. Ik ben echt best wel behoorlijk verkouden. Het is echt heel vervelend. Maar aan de andere kant vind ik het ook belangrijk om er vanavond te zijn voor jullie. En ja, even kijken of nog meer. Kun jij een voorbeeld geven van de begeleiding die jij en de ambassadrices bieden? Ja, een voorbeeld is dus dat we een opdracht hebben over labels leren lezen. En die ga ik in de module, dus in de video, helemaal met je doorlopen. En daarna is het de bedoeling dat je zelf een aantal labels gaat leren, gaat oefenen daarmee. En dan kun je die opdracht in de community delen. En dan ga ik jou daar feedback op geven. Maar ook als jij zegt, goh, ik wil gewoon een productvraag stellen van past dit wel of niet in de methode. Ik kom er ondanks het richtlijnenkaartje toch niet uit. Dan gaan we een apart topic daarvoor maken met al die productvragen op een rij. En dan kun je die vraag ook gewoon stellen. Daarnaast ga ik dus ook die live Q&A doen. Dus dan ga ik van tevoren jullie vragen van, goh, waar loop je nog tegenaan? Wat zou je graag nog willen weten? Wat zijn je valkuilen? Denk jij bijvoorbeeld heel erg in problemen? Of kun je al wat oplossingsgerichter gaan denken? Of heb jij een bepaalde baan waar je tegenaan loopt met het intuïtieve eten wat dan lastiger is? Of wil je partner bijvoorbeeld niet meedoen? Of heb je heel veel last nog steeds van verleiding in huis? Hoe pak je dat aan? En je gaat dus ook heel veel leren van elkaar. Want de ambassadrices hebben het hele proces al doorlopen. En die zullen heel veel van jouw valkuilen herkennen. En daar meteen op kunnen inspelen. En ik ben zelf natuurlijk ook ervaringsdeskundige. Maar ik heb dus ook 10 jaar ervaring in de begeleiding. Dus dat komt helemaal goed. Zijn er nog vragen? Of ik denk dat we kunnen afsluiten. Ik denk dat we gaan afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aandacht, voor je tijd. Ik hoop dat je het een goede investering vond in jouw gezondheid, want dat is waar ik het voor doe. En mocht je nog vragen hebben, mijn team zit voor je klaar, ik zit voor je klaar. Mail ons gewoon even op support@lazyfitgirl.nl. En je kunt mij natuurlijk ook altijd via de Facebook of via Instagram bereiken. Dag allemaal, doei doei!